Wat gebeurt er als de Atlantische Oceaan anders gaat stromen? Dit is de Universiteit van Nederland. De film The Day After Tomorrow. Misschien heeft u die wel eens gezien. Dat was een film uit 2004, waarin de wereld min of meer ten onder ging aan klimaatverandering. En die klimaatverandering daar, die werd veroorzaakt door veranderingen in oceaanstromingen. En wat er gebeurde in die film, in de loop van een week tijd ongeveer, ging de situatie van het huidige klimaat naar een situatie waarbij New York bedolven werd onder sneeuw en ijs, bedreigd door een vloedgolf en totale chaos vanwege klimaatverandering door veranderingen in oceaanstromingen. Nou zijn klimaatwetenschappers erover eens dat ja, dat filmscenario, het was prachtig, de visuals, de special effects, allemaal fantastisch. Het ging wel een beetje heel erg snel. Maar het idee, het basisidee erachter dat je veranderingen in oceaanstromingen kan hebben en dat die dan klimaatverandering in gang kunt zetten, daar zit een kern van waarheid in. Wat ik wil doen in dit college is jullie meenemen naar de Noord-Atlantische Oceaan. Omdat de Noord-Atlantische Oceaan is een regio, dat is een unieke plek in de oceaan. En die speelt een sleutelrol in ons huidige klimaat. En de stromingen daar zijn ook gevoelig voor verandering. Wat het een heel interessante plek maakt om onderzoek te doen. En wat is er dan zo speciaal aan? Nou, de Atlantische Oceaan is de enige plek waar je min of meer dit stromingspatroon hebt, waarbij we warm water aan het oppervlak vanuit zeg maar het Caribisch gebied, vanuit het gebied van de Evenaar, onze kant op komt. Die stroming die koelt af, dat water aan het oppervlakte, geeft zijn warmte af aan de atmosfeer, wordt dan heel erg koud, zinkt naar de diepzee, dan hebben we het echt over diep van een paar kilometer diepte, en komt als koude stroming terug naar het zuiden Evenaar en verder de oceanen in. En dit hele systeem kun je zien als een soort transportband, simpel gezegd. En een transport, en wat transporteert die? Die transporteert vooral heel veel warmte van de Evenaar naar de Polen. Want we hebben een warme stroming heen en een koude terug. En dat heb je alleen in de Atlantische Oceaan. Dat heb je bijvoorbeeld niet in de Stille Oceaan. En die stroming is voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor ons relatief milde klimaat. Als u kijkt op de kaart, dat is een kaart van de gemiddelde temperatuur op aarde. En dan zitten die lijntjes daarin om de breedtegraad van West-Europa aan te geven. En als je dan kijkt naar de westkant van Canada, Amerika, daar is het een stuk kouder dan bij ons. En dat heeft alles te maken met het feit dat wij die transportband voor de deur hebben, die zijn warmte afgeeft aan de atmosfeer. En via de westenwind komt het onze kant op. En wat er in de film gebeurt, is dat het klimaat verandert, omdat die transportband verandert. Die transportband wordt beïnvloed door zoet water in de oceaan. En ineens draait hij om. Dus in plaats van warm water naar het noorden, hebben ze in de film ineens koud water naar het zuiden. En daarom wordt New York dan zo koud in het verhaal. Ja, dit is waar mijn onderzoek om de hoek komt kijken. Ik doe onderzoek naar die transportband en hoe dat werkt. En bij oceanografen noemen dat de thermohaline circulatie. Want die circulatie wordt namelijk aangedreven door verschillen in temperatuur die we in de oceaan hebben en verschillen in zoutgehalte. Want beide hebben een effect op het soortelijk gewicht van het water, dus de dichtheid van het water. En zorgen voor drukverschillen en zorgen voor stroming en beweging. Als water bijvoorbeeld, als het opwarmt, dan zet het uit, koelt het af, dan krimpt het. Dus dat betekent dat als je een liter met koud water hebt, dan zal dat zwaarder zijn dan een liter warm water. En die verschillen in het soortelijk gewicht, die zijn belangrijk voor de stroming. Ook het zout heeft een invloed. Zoutwater is dus zwaarder dan zoetwater. Dus als je verschillen in temperatuur en zoutgehalte hebt in de oceaan, kun je stromingen krijgen. En dat is wat er in die Noord-Atlantische Oceaan gebeurt. Ik kan laten zien in deze tank hoe we een stroming kunnen krijgen door verschillen in temperatuur. Deze tank moet de Atlantische Oceaan voorstellen, van de Evenaar tot aan de Noordpool. En ik pak even mijn handschoenzakje erbij. En ik ga nu een temperatuurverschil maken tussen de Noordpool en de Evenaar. Dus ik leg hier simpelweg een blok ijs in aan de Noordpoolkant. Zo. En creëer daarmee dus een temperatuurverschil tussen de Noordpool en de Evenaar. En het idee is dat we dan een stroming gaan zien of gaan opzetten. Alleen die stroming kunt u niet zien, omdat dat ijs doorzichtig is. Dus ik heb hier ook nog een brok met blauw ijs. Vandaar de handschoen. Dat gaat nou al mis. En dan wordt hij beter zichtbaar. Behalve, hoop ik. Ja,
zit hij. Hè? Hier even weer naar de Noordpool. En dan zit hij, dat blauwe ijs, dus gewoon dat koude water, inderdaad keurig naar beneden zakken aan onze Noordpoolkant. En als ik iets meer geduld heb, zie ik hem ook zich verspreiden in de diepzee. Dus dit is die koude terugstroming. En als ik dan het water hier nog een beetje rood kleur, kunt u zien dat het oppervlaktewater, als het goed is, richting het ijs stroomt. Ja, daar gaat hij. Dus dit is een dichtheidsgedreven stroming, een thermohaline circulatie die ik gemaakt heb voor je in deze tank, puur door verschillen in temperatuur, door het ijs. Deze tank is natuurlijk een hele simpele weergave van wat er in de oceaan gebeurt. En, maar het concept van die thermohaline circulatie, dat zien we terug in complexe oceaanmodellen. En die kunnen we laten zien aan de hand van deze simulatie. Dus een modelsimulatie van Franse collega's, waarbij als voorbeeld een pakketje water wordt gevolgd, wat start bij Indonesië. En wat u zult zien, is het pad van dat pakketje. En de kleur geeft aan hoe diep het in het water zit. Roze is nog aan het oppervlak. En als die geel en blauw wordt, zit die veel dieper in de oceaan. Wat deze animatie mooi laat zien, is dat ten eerste dat die stromingen in al die oceaanbassins, die zijn met elkaar verbonden. Die pakketje water gaat eigenlijk overal langs. Maar wat je ook ziet, is dat er netto, als je kijkt naar het Atlantisch gebied, dat die inderdaad aan het oppervlak naar het noorden ging en in de diepzee weer terug. Dus hij volgde die thermohaline circulatie daar. En die thermohaline circulatie, die is dus belangrijk voor ons klimaat. En als we kijken naar de film, wat gebeurde daar? Die thermohaline circulatie die veranderde en gaf een enorm klimaatverandering. En dat kwam door smeltwater in het Noord-Atlantisch gebied. Dat kunnen we begrijpen weer op een hele simpele manier. Die temperatuurgedreven stroom die heeft u gezien, die heeft u in de tank gezien. We hebben een temperatuurverschil, bij de evenaar is het warm en bij de polen is het koud. Dus het water wil zinken bij de polen. Als we dan nadenken wat het zout gaat doen, het zoute water was zwaarder dan het zoete water. Als we dan kijken wat er gebeurt, bij de evenaar is het heel warm, dus daar verdampt water. Dat betekent dat het zout blijft in de oceaan achter. Alleen het waterdamp gaat eruit. Dus het water wordt zouter in de plekken waar veel verdamping is. En op onze breedtegraden is meer neerslag dan verdamping netto. Dus dat betekent dat het daar relatief zoet is. Dus wat wil dat zout doen? Die wil die circulatie de andere kant op duwen. Die wil zinkend water bij de evenaar en een stroming van de pool naar de evenaar aan het oppervlak. Nou, in werkelijkheid spelen natuurlijk beide effecten een rol in de oceaan. Dat betekent dat die twee effecten elkaar een beetje tegenwerken. En uiteindelijk is er eentje die wint. En in het huidige klimaat is dat de temperatuur die wint. Want we hebben een circulatie met zinkend water bij de pool. Maar wat u zich ook kunt voorstellen, denk ik, hoop ik, is dat als die verhouding tussen die temperatuurverschillen en die zoutverschillen een beetje gaat veranderen, ja, dan kan dat wel eens die stroming veranderen. Dus als de temperatuurverschillen kleiner worden en de zoutverschillen groter, ja, dan gaat die stroming zacht, langzamer stromen, want dat zout gaat een beetje terugduwen. En als het echt erg wordt, ja, dan kan die wel eens naar die zoutgedreven stroming omslaan. En dat idee, dat is wat in het filmscenario zit. Dat dat gebeurt. Omdat de oceaan zoeter wordt in het noorden. En wat heeft het dan voor gevolg? Nou, dan heeft ten eerste dat voor gevolg dat het kouder wordt. We zijn dat warmtetransport van die pomp kwijt. Dus het wordt kouder in onze regio. Alle neerslagpatronen et cetera gaan ook veranderen. Dus heel veel atmosferische veranderingen. Maar wat ook niet onbelangrijk is voor Nederland, is dat er ook zeespiegelstijging een van de gevolgen is. En om dat te begrijpen, moet u even weten dat de zeespiegel helemaal geen vlakke spiegel is. Maar de zeespiegel is een landschap met heuvels en dalen erin, waar stromingen omheen draaien. En dat heeft precies, dat is dezelfde analogie als wat we uit de atmosfeer kennen. Daar hebben we hoge en lage drukgebieden en daar draait de wind omheen. Heb je ook bij de oceaan. Dus je hebt heuvels en dalen waar die stromingen omheen gaan. En als we dan kijken hoe het zeeniveau eruit ziet in de Atlantische Oceaan op dit moment, en u kijkt naar een satellietbeeld daarvan, dan is de Noord-Atlantisch gebied, is de zeespiegel ongeveer een meter lager dan verder naar het zuiden. Stel nou dat die thermohaline circulatie verzwakt of dat die stilvalt, dan gaat dat zeeniveau kantelen. Alleen maar omdat die stroming verandert. Dat betekent dat het in onze regio omhoog gaat komen. En die klimaatverandering die gaat niet in een week gebeuren, maar misschien wel in de loop van 50 of 100 jaar, als zo'n stroming gaat veranderen. Dan heb je dus in 50 à 100 jaar ongeveer een halve meter tot een meter zeespiegelstijging. Want zo groot is het verschil nu. Door die kanteling van dat zeeoppervlak. Dus dat is een effect
van verandering in thermohaline circulatie, wat belangrijk is voor Nederland en waarom we dit soort onderzoek bijvoorbeeld doen. Ja, er is een hele hoop gevolgen. Een hele hoop theorie misschien ook van hoe het zou kunnen gebeuren. Maar de vraag is natuurlijk, kan dit ook echt? Is dit iets wat we weten dat gebeurd is bijvoorbeeld? Nou, in het verleden, uit indirecte observaties, weten we dat in het verleden waarschijnlijk inderdaad dit gebeurd is. Op een gegeven moment was de laatste ijstijd voorbij. De aarde werd steeds warmer en warmer. En ineens stokte dat. En dat wordt toegeschreven aan het feit dat er heel veel smeltwater de Noord-Atlantische Oceaan inkwam, wat afkomstig was van de gletsjers van Canada. Dus ja, daar zat waarschijnlijk een omschakeling van die circulatie in. De tweede vraag is dan natuurlijk, van, gebeurt dat dan ook in de toekomst met de klimaatverandering die we voor de nabije toekomst verwachten? Nou, dat kunnen we eigenlijk geen goed antwoord op geven, omdat we echt nog meer onderzoek nodig hebben om hoe die circulatie in elkaar zit, hoe het precies werkt, waar de gevoeligheden zitten. Maar wat uit het basisidee wat ik u heb uitgelegd al wel duidelijk is, is welke kant we op gaan. Namelijk dat het temperatuurverschil, wat we nu hebben tussen Evenaar en Polen, dat gaat kleiner worden. Want de Polen warmen harder op dan de Evenaar, dat zien we nu al. Tegelijkertijd het zoutverschil gaat toenemen. Want de verdamping is er nog steeds bij de Evenaar, maar er komt meer smeltwater van de ijskappen, van het zeeijs. Dus dat betekent dat die verhouding tussen de temperatuur en zoutforcering, die gaat meer naar de zoutkant toe. Of dat voldoende is, of dat leidt tot echt een omslag, dat kunnen we dus nog niet voorspellen. Daarvoor zijn echt meer informatie nodig. Maar we weten wel welke kant het op gaat, lijkt het. Nou, al met al zou dat reden genoeg moeten zijn om te zeggen van oké, we moeten die transportband in de gaten houden, we moeten hem meten. Weer terug naar de film. In de film hebben ze één prachtig boeitje midden in de Atlantische Oceaan liggen. Met een soort lampje erop. En op een gegeven moment gaat daar een alarm af en dan gaat het beginnen. In werkelijkheid is dat absoluut niet aan de orde natuurlijk om het op die manier te meten. Sowieso is het heel erg lastig om dingen op zee te meten. En u ziet nu een kleine impressie van af de brug van een onderzoeksschip in dit gebied. Dit is in de zomer. Dit is een redelijk normale storm die daar langskomt. En dan doet je schip dus dit. Dan kun je niet echt heel goed meten. Dat is heel erg lastig. Uiteraard proberen we het wel, ook in beter weer. Ja, dan schip is ook maar één ding, want dan zit je op één plek. Je zit op één tijdstip. En je wil eigenlijk continu meten over die hele breedte van die Atlantische Oceaan. Je moet veel meer informatie hebben dan dat. En sinds 2004 is er een heel meetsysteem neergezet, dat is natuurlijk heel veel aan vooraf gegaan, wat die transportband, die sterkte van die transportband kan meten. En dat doet het fantastisch. En dat heeft heel veel interessante informatie opgeleverd. En u kijkt nu naar die metingen. U ziet de sterkte van die transportband als functie van de tijd over de afgelopen 10 jaar. Ik zie daar heel veel in. Je ziet daar bijvoorbeeld heel veel variaties in. Die transportband is helemaal niet altijd hetzelfde. Die gaat van jaar tot jaar varieert die, maar met de seizoenen, maar ook op korte tijdschalen. Als je goed kijkt, zie je ook dat die 2 keer op 0 gestaan heeft, even omgeslagen is. Dus hij is al gestopt, hebben we weinig van gemerkt. Hij is ook heel snel weer op gang gekomen. En het volgende wat je dus kan zien, is dat er een hele langzame afname toch te zien is. Over die hele periode van 10 jaar is die een beetje afgenomen. Maar ja, je ziet ook met al die variaties, kunt u wel begrijpen, dat dit is een veel te korte periode om hieruit conclusies te trekken over wat er de komende 10 jaar gaat gebeuren. Kan best dat het weer omhoog gaat, kan ook doorzetten. Dus dit moeten we eerst goed begrijpen waar al deze variaties vandaan komen, voordat we dat soort betere voorspellingen kunnen doen. Dus voor mij is het heel belangrijk om dit soort stromingspatronen, die stromingen in de diepzee, om daar meer over te weten te komen en dat proces beter te snappen. We zijn geneigd om te denken, als we het over klimaat hebben, om te denken aan de atmosfeer. Dus hebben we een koude winter, is het een warme of een droge zomer of niet? Maar op de achtergrond is die oceaan zo'n belangrijke component. Want wat doet die oceaan? Die vangt heel veel warmte op, die transporteert het ergens naartoe en die geeft daar de warmte weer af. Dus die is een belangrijke component in dat systeem. En tegelijkertijd weten we er zo weinig van. Dus zoals een van de beroemdste oceanografen het formuleerde ooit, is dat the oceans, they are the principal reservoir for the storage of CO2, of heat and of ignorance. En helaas zijn we daar nog niet van af. Dat we vooral in die diepe oceaan gewoon heel weinig informatie hebben. Dus als ik dan terugkom op de vraag van het college, wat gebeurt er als die oceaanstromingen veranderen? Nou, u hoeft zich niet klaar te maken voor het scenario van the day after tomorrow, dat we volgende week ineens een ijstijd onze oren krijgen. Maar het idee dat
We weten wel dat die thermohaline circulatie er is en dat die gevoelig is voor veranderingen in het klimaat. En dat die een klimaatverandering in gang kan zetten die aanzienlijk is. Niet in een week, maar als het gebeurt in een tijdsverhaal van 50 of 100 jaar. Wat we weten is dat de huidige circulatie, daar wint de temperatuur. Dus dan hebben wij die transportband van warmte in onze richting. Maar ja, met de klimaatverandering die we zien en die we voorspellen voor de komende tijd, verwachten we dat de zouteffect steeds sterker gaat worden en aan kracht gaat winnen. Of dat leidt tot een omslagpunt, daar is echt meer onderzoek voor nodig. En mijn stelling is dan ook dat als we het klimaat goed willen begrijpen, dat we kennis nodig hebben van de diepzee. Dank jullie wel.